Het Caucasusdistrict Koroni heeft 2 bussen van het kabinet van de president gekregen om schoolkinderen te vervoeren. Dat zegt districtscommissaris Michael Winter tegenover onze nieuwsdienst. Vanwege de coronacrisis rijden de schoolbussen in het district niet. Tijdens het bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk in de eerste week van oktober haalde de burgervader dit probleem aan, waarop er terstond is ingespeeld. Ja, de president is laatst in Koroni geweest. Van de president hebben we nu al een Marcosa verwerkingsmachine gekregen. Het is alleen, we hebben het al geïnstalleerd. Dus we wachten op de minister van LVV om de staatssein te krijgen. We hebben ook goede afspraken met de president gemaakt. Vooral de dijk, de pompen van de dijk. En vorige week zondag, als ik het goed heb, was de minister van OW in Koroni, de Riyad Noor Mohammed. En met de minister hebben we heel goede afspraken gemaakt. Zoals u misschien al weet, hebben we 2 bussen onder ons beheer gekregen om de schoolkinderen te helpen die verstoken zijn van vervoer. Net als in elke district is de financiële uitdaging enorm groot als gevolg van de economische crisis, zegt de burgervader. Ondanks het tekort aan middelen probeert hij toch nog de urgente werkzaamheden die onder regionale ontwikkeling vallen te doen. Zoals u weet, het grootste probleem nu landelijk is geld. We hebben geen geld. Vanuit het commissariaat moeten we bepaalde dingen kopen, we moeten bepaalde dingen doen. Je moet bepaalde aannemers betalen. Zoals u kijkt, zult u de bermen zien. We hebben geen geld om de bermen te onderhouden. Dus ik ben nu ook bezig met de minister van OW. Als ik tenminste een tractor met de maaiballen kan krijgen om kleine werkzaamheden te verwerken aan de Oost-Westverbinding. DC Michael Winter van Koroni tegenover onze nieuwsdienst. Het kabinet van de president heeft ingespeeld op enkele urgente problemen waarmee het district te kampen heeft. Zo zijn er 2 bussen vrijgemaakt om schoolkinderen naar school te vervoeren.